ArcelorMittal kwam met cijfers over het eerste kwartaal van 2013. En de vraag was natuurlijk, hoe waren die en hoe vielen ze? Nou, voor we daarna gaan kijken, eerst eens kijken naar de koersontwikkeling van Arcelor in de afgelopen tijd. Zet je die af tegen de AEX, dan zie je dat Arcelor het stukken slechter doet dan de koersontwikkeling van de AEX. Zo steeg de AEX dit jaar met 5%. En liet Arcelor een verlies zien van bijna 25%. Kijk je naar de afgelopen 5 jaar, dan daalde de AEX met 25%. En Arcelor verloor maar liefst 83%. Je ziet dus dat Arcelor het een stuk slechter doet dan de AEX. Hoe komt dit? In principe omdat Arcelor een cyclisch bedrijf is. En dat wil zeggen dat als de economie aantrekt, dan zal Arcelor als een van de eerste bedrijven een koersstijging laten zien. En ook veel forser stijgen dan bijvoorbeeld een Ahold of een Shell. Andersom is het dus zo dat in een neergaande economie Arcelor, de koers van Arcelor, ook veel harder getroffen zal worden. In die hoedanigheid zou je dus ook kunnen zeggen dat Arcelor meer speculatief karakter kent dan defensieve ondernemingen. Hoe kon het dat die koers zo daalde? Eigenlijk kwam dat door 2 zaken. Ten eerste natuurlijk de zwakke economie in Europa, waar Arcelor sterk van afhankelijk is, maar ook de groeivertraging die zich in China voordeed. Daarnaast is het zo dat staalprijzen fors gedaald zijn, 10% dit jaar alleen al, en dat treft Arcelor direct. In de afgelopen tijd kreeg Arcelor al een groot aantal koersdoelverlagingen van verschillende grote banken. Daarnaast is het zo dat Arcelor een grote schuldpositie heeft, die zelfs de marktkapitalisatie van het bedrijf overstijgt. En de status van het bedrijf werd zelfs verlaagd tot junk. En dat betekent dus dat Arcelor een behoorlijke rente zal moeten betalen om die schuld in de toekomst nog te kunnen financieren. Om u een idee te geven, die schuld bedraagt $18 miljard op dit moment. Dan de cijfers. Die waren eigenlijk helemaal niet zo slecht. De winst die daalde, de netto winst was zelfs negatief. Die was zo'n 350 miljoen negatief, waar die vorig jaar nog plus 92 miljoen was. De operationele winst die daalde ook. Die was ruim 2 miljard en die zakte naar 1,5 miljard. Toch was dit een stuk beter dan wat analisten verwacht hadden. Die rekenden op zo'n 1,3 miljard. En dat betekende ook meteen een forse koerssprong van Arcelor bij beursopening. Nou, hoe kon dit? Ten eerste was natuurlijk de vraag naar staal in de Europese, in de eurozone fors gedaald. Maar als je keek naar bijvoorbeeld de VS, dan zag je dat daar toch een behoorlijk aantrekkende markt was. Als de bestuursvoorzitter van Arcelor, Lakshmi Mittal, die verwachtte ook dat komend jaar in Europa nog zo'n 1,5% krimp zal zijn, maar wereldwijd de vraag met 3% zal toenemen. Belangrijk is dus ook, als je eventueel zou willen beleggen in Arcelor, niet zozeer of je verwachtingen hebt van het bedrijf, maar eerst op grotere schaal, hoe kijk je aan tegen de Europese economie en de wereldwijde economie? Als je denkt als belegger dat de Europese economie zou kunnen aantrekken, dan is Arcelor wel degelijk een hele interessante investering. Want het bedrijf zal zeer sterk profiteren van de aantrekkende groei en de koers zal een stuk harder oplopen dan defensieve ondernemingen. Kijk je naar de koers-winstverhouding, dan is die op dit moment zeer hoog. Als de economie echter aantrekt, dan zou in 2014 de winst per aandeel rond de euro komen te liggen. En in 2015 geeft het bedrijf een prognose af van ruim 1,5 euro per aandeel. En dan zit je ineens op een toekomstige koers-winstverhouding van 6,5.